en welkom bij een nieuwe video van mij, Davy Gamer. Voor vandaag heb ik weer even een soort van infovideo, maar niet helemaal een infovideo. Want hierbij ga ik ook vertellen over een nieuwe serie. Voordat we gaan beginnen wil ik even nog een mededeling doen. Sam, mijn editor, mijn designer, heeft ook een kanaal, linkje ervan in de beschrijving. Ga maar even zeker even checken. Wij gaan het dus hebben over een nieuwe serie en merchandise. Een nieuwe serie en merchandise. De nieuwe serie wordt reageren op video's van kijkers. Dat gaat heel simpel zijn. Als je wil dat ik jouw video ga op jouw video ga reageren, gebruik dan de hashtag DBGamer. Bij jouw video in je beschrijving of in je titel. En misschien reageer ik wel op jouw video. Ik ga dan gewoon een beetje door de video heen kijken. En hem uiteindelijk ook een soort van beoordelen. Natuurlijk even liken als ik nog niet op jouw kanaal geabonneerd ben. Ook even abonneer. Dus wil je daar aan meedoen, gebruik de hashtag DBGamer. That's kind of it. En ik wil even wat vertellen over de kanalenbeoordeelvideo. Waarschijnlijk ga ik of alle kanalen in één keer beoordelen. Of ik ga er 2 afleveringen van maken. Dat jullie dat even weten. Iedereen zijn kanaal krijgt een linkje in de beschrijving. En iedereen zijn kanaal gaat beoordeeld worden. Dus je hoeft niet bang te zijn dat jouw kanaal niet beoordeeld wordt. Ik wil ook even wat anders te meedelen. Mijn school is weer begonnen. Want ik woon in het noorden. Dus als er een keer geen video online komt op maandag of op dinsdag. Want ik wou het nu op dinsdag gaan doen, de video's van maandag. Want anders was het zondag, maandag. Dat er 2 video's achter elkaar waren, dat was niet echt handig. Dus ik dacht van, ik doe dat naar dinsdag toe. Dus als er een keer geen video online komt, sorry daarvoor. Ik ga me natuurlijk ook gewoon zoveel mogelijk focussen op school. En als er dan een keer YouTube niet lukt, dan lukt dat niet. Dan weten jullie dat alvast. Ik blijf YouTube natuurlijk wel gewoon doen, omdat ik het hartstikke leuk vind. Het is echt mijn hobby. En that's kind of it. Wij gaan nu even lekker naar de merch kijken. Oké, zoals je ziet zijn we nu op mijn kanaal. Dit is mijn kanaal, zoals je wel weet. Zie je al merch staan. Maar al kijk je dit op je telefoon of op je tablet, dan moet je gewoon even naar mijn kanaal toe gaan. En dan naar over. Dan heb je hier, heb je dit hier allemaal staan. Heb je dan zo'n linkje van de merch. Oh ja, en join ook zeker even mijn Discord. Of volg me op mijn Twitter als je Twitter account hebt. En volg me op mijn Instagram, want ik heb bijna de 300 volgers. Dus ja, hey, nogmaals bedankt voor de 1k. Lof naar jullie kijkers. Het is echt een leuk jaar geworden dit jaar. En ik wil echt dikke assen doen naar jullie kijkers. Want ik zou nog veel langer met jullie door willen. En ik ga natuurlijk zo lang mogelijk ook gewoon mijn hobby doorzetten. Tot en met dat school echt veel van me gaat vragen. Maar dan zou ik daar natuurlijk wel wat over laten weten. A few moments later. Oké, zoals je ziet zijn we nu op de website. Dit zijn een beetje de designs. Je hebt natuurlijk hashtag Green Gang. Je hebt de Grump design. Je hebt mijn gewoon naamdesign. En je hebt de standaard DB design. Zo ziet de website er heel simpel uit. Als je daar als eerst naartoe gaat. Wij gaan gewoon bij het standaard DB design kijken. Ik heb voor mannen, vrouwen en ik heb gewoon ook accessoires. Sommige dingen zijn nogal duur, maar het werkt zeg maar zo. Op deze website moet je elk ding minstens die prijs maken. Dus ik zeg maar even, ik geef me even een voorbeeld. Je moet een hoodie minstens 20 euro maken. Maar als jij hem precies 20 euro maakt, verdien je er zelf niks meer aan. Dus ik heb er ongeveer een euro bij gedaan per product. Zodat ik ongeveer een euro verdien ik ongeveer per product. Ik heb heel veel verschillen. Ik heb voor mannen, voor vrouwen, kids, baby's, van alles en nog wat. Ik heb ook soms een paar grappige dingetjes toegevoegd. Kussentjes, eigenlijk een beetje dit. Ga zelf ook maar even kijken. Dit is, by the way, dit zijn de goedkoopste producten. Ik heb een muismat, hoesjes, van alles en nog wat. Ga gewoon even lekker kijken. Je hoeft van mij niks te kopen. Ik vind het meer gewoon zelf leuk om gewoon een websiteje te hebben. Maar als je wat koopt, stuur me dan even een foto van dat je het gekocht hebt. Dan zou ik die op mijn Instagram plaatsen. Waarbij ik ook even, gewoon een bedankje voor de koop. Zoals je ziet, je hebt echt van alles en nog wat. Je hebt ook mondkapjes, maar die heb ik er niet bij staan. Je hebt echt superveel. Ik ga voor nu even de duurste producten bijhalen. De duurste producten zijn wel echt de hoodies. Je ziet, zijn er best wel wat hoodies. Ik heb by the way zelf ook wat besteld. Deze. Voor 35 euro. 35 euro hoodie.
Ik krijg jullie. Het is ook de eerste zoveel dagen is de korting. Ik weet niet precies hoeveel dagen dit dan nu is. Maar het zal ongeveer nog 4 dagen korting zijn. 50%. Dan is dit nog goedkoper. Er komt by the way ook verzendkosten bij. Dus omdat het komt uit een ander land. Het komt uit Duitsland. En het wordt vers gedrukt. Dus daarom is het ook best wel duur. Dat is een beetje die reden. Ik heb zelf dit gekocht. En ik heb een mooi petje gekocht. Even kijken waar staat die. Hier, dit mooie petje heb ik ook gekocht. En ja, daar komt dan binnenkort nog even een video van online. Dat ik even lekker ga unboxen. Ja, ik ben heel benieuwd wat de kwaliteit is. En hoe het er allemaal uitziet. Ik heb wel gehoord dat het wel gewoon goede kwaliteit is. Het is geen action kwaliteit of zo. Het is ook geen Chinese kwaliteit. Want het komt echt uit Duitsland. Dus het zijn echt gewoon wel gewoon goede producten. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dus ja. Heel simpel. Dit was weer de video voor vandaag. Ja, wil je nou dat ik een video van jou ga bekijken? Gebruik dan de hashtag DBGamer in je beschrijving of in je titel. En als je wat merch wil kopen, je denkt van ja, dat vind ik leuk. Doe dat dan nu meteen even. Als je het hebt gekocht en je hebt het binnen, stuur me daar dan even een fotootje van. Dat zou ik wel leuk vinden. En ja, dan ga ik hier bij de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, beloon dan zeker even een duimpje omhoog. Als jij zin hebt in meer van dit soort video's, dus video's die er aankomen, abonneer je beneden dan zeker even met de bel aan. En ja, er is echt nog maar één ding. En dat is later. Mama.